dat uit. Moet je ook in de camera kijken? Juist niet, hè? Nee, gewoon net als een zijn. Maar het is moeilijk als je die kant uit snapt, hè? Nee, maar is het mijn haar wild of niet? Nee. Ja. Ik heb een hakje. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ik heb een bukkel. Ja. Wij zijn de Koekblik Chicks. We zijn 5 vriendinnen. En we hebben ons ingeschreven al een hele tijd geleden voor de Cabbage Run. Dat is een rally van 3000 kilometer door 8 verschillende landen. Wij hebben bedacht om daar een goed doel aan te hangen. En dat is de Ubuntu Academy in Zuid-Afrika geworden. Dat is een talentacademie voor straatkinderen. En daarvoor hebben we allemaal acties op touw gezet. Want het is de bedoeling dat wij echt wel de hele dag onderin binnen. Ja. Want we best wel een afstand al lezen. We hebben een opdracht van elke dag. Ja. Ik zit nog een prijs mee winnen. Dus, zo'n pittig tochtje. Ja, ja. Echt van ochtends vroeg tot 's avonds laat. En heb je nog verstand van de techniek? Een beetje, maar het kan weer. Ja. Wij weten wel de basisdingen, maar wat tips zijn altijd nog wel welkom. Als er een apparateur is in de buurt, we houden ons aanbevolen. Nou krijgen we even les. Oh. Ik weet wel dat ik aantrekkelijk ben, maar nou even een beetje bij de tiet. Kom op zeg. Nou gaan we even wat doen aan die auto. Goed. Een voldoende? Ja, jullie hebben een voldoende gehaald. Nou, mooi. Ja. Ik kan het niet meer afvinken. En zullen we dat zitten om die ooit te rieden? Ja, we hebben leuke muziek en we hebben genoeg bij te kletsen. Het ging de laatste tijd alleen maar over de Koekblik Chicks, dus er zijn nog andere dingen. En we hebben ook allemaal veel gereisd, dus we zijn wel wat ontberingen gewend. We hebben wel vaker 15 uur in een bus gezeten. 6 of meer, 3 mensen bovenop je. Dus dit is eigenlijk, we hebben nu een hele luxe auto. Dus heel veel ruimte. Ja. We hebben voor hetere vuren gestaan en we wisselen het ook af. Dus dat komt vast ook goed. Wat zal er wat afgepraat worden in die auto? Ja, echt de Koekblik Chicks. Ja. Nou, we hebben achterin de bank, hè? Dat is een beetje de sofa van hoe gaat het vandaag? Ja. Hoe zit je ervoor? En dan kun je even je zegje doen. En dat komt wel goed. Maar zoveel vrouwen onderling, zo'n lange reis. Komt hij nou een beetje lopen stoken? Een beetje vissen. Ja. Bommetjes leggen. Ja. Ja. Wij zijn heel open en we spreken alles uit. Dus we kennen elkaar al zo lang. Wij zien de humor er wel van in. We hebben ons laten vertellen dat 7% vrouw is van het aantal deelnemers. Ja. Wie weet loopt er nog wat leuks rond. Hij heeft zijn voordienstje kinders. Ja, zeker weten. Ja. Ben je al het ooit ziek? Zal ik het wel? Gekleurde ooien. En bikkelhut. Wat heb je daar? Golfbal. En waarom zie je jouw golfbal? Die verkeep ik voor het goede doel. Voor de kankerbestrijding en de ziekte ALS. Nou, dit is aardig bingo, zie ik wel. Ja, het valt nou mooi.
Dit wordt minder. En als ze jekkelen hebben, dan is het geweldig goed, want dan heb ik wel eens een liedje 100. Het is al begonnen voordat mijn man overleden is. Toen voel ik wat in het bos en ja, van het ene komt het oren. En op een gegeven moment dan, ja, dan krijg ik gewoon een kick van als je in het bos binnen dan moet je naar de golfbaan zie je. En zij is het in het land ik. En de boeren er blij mee, want die krijgt ze net in de machines. En waar keep je ze nou? Jong en oud en ze worden ik wel kocht voor cadeautje, voor iemand die galvert. En daar ben ik meestal, die komen uit Grijns en die hel je ze nou en dan wat op. Ja, nou is dit de golfballenafdeling, maar je hebt nog volle meer. Ja, ja, er is een etenkeep in het winkeltje. Goedemorgen. Dus je zult even in het winkeltje zien. Nou, hartstikke leuk. Ja, wat is dit nou voor winkeltje? Ik neem het maar het Goede Doelenwinkel. Vroeger werd het een galerie, vandaar dat het op het boord stiert. Toen waren hier alle letterlappen. En nu hebben we dus buitensgut, serviezen, lampen. Nou, neem maar op. Maar waar komt dit ideaal nou voor? Want je betekent dus, ik ben in een winkeltje voor een goed doel. Ja, dat is eigenlijk buiten op begonnen met de golfbal en de hoefjes. En daar kwam steeds meer bij. Nou, de blompatten en toen het dit dus vrij kwam en nog een hele hoop spul van dus mijn oefje. Toen hebben we zoiets van, we zetten het hierin, het stiert mooi droog. De meesten kennen even maar de rollator belangs. Nou struint de hoen hier ook nog om. Je dat wel wat vertrouwd mogelijk door het jaren? Nou... Als ik erbij ben, geeft het wel, maar Roze moet er graag even een poppen mee naar buiten nemen. En dat is net vertrouwd. Hé, Lieske? Ja. Mooi buitensgut, maar dat is net verdij. Hé? Die gebruiken ze z'n twintig weer boven de schouw. Of in de schouw. En genieten jullie hier nou ook wat van? Ja, ik vind het prachtig. Ja, hartstikke mooi. En ze nou dan altijd iets te lang hangt, bijvoorbeeld mijn kleren. Dan is er wel weer een goed doel wat dat we gebruiken kennen. Dat het bijvoorbeeld met buiten lang is.